hier op mijn YouTube kanaal. Ik ben Kjeld en zoals altijd op de zaterdagochtend gaan wij naar de voetbal. We moeten om 11:15 spelen tegen CSV Vierfase. Een lastige tegenstander, ze staan derde en wij staan zesde, vijfde, zoiets. Dus ja, het is gewoon een taak voor ons om wat puntjes binnen te halen. En dat hopelijk gaan we dat ook doen. Mijn vader gaat zo meteen nog wel even wat filmen. Misschien, dat krijgen jullie misschien in beeld. Dus dan zeg ik tot dan. Dus ik ben weer thuisgekomen van de voetbal. We hebben gewonnen van de nummer 3. Ik heb net even in beeld laten komen van de uitslag. Dus dat hebben jullie al kunnen zien. Mijn vader heeft niet meer kunnen filmen. Het was zo ontzettend mooie wedstrijd. Wij stonden zesde, hun derde en dan gewoon winnen. Ja, dat is helemaal mooi. Ik heb hier even lekkere chocomel staan. En nu ga ik even een lekker soepje maken. Want ik had nog niks gegeten en het is 2:00. Dus even een lekker soepje. Het is Chinese tomaat. Altijd lekker. Zo, ik heb hem even open geknipt. Gaat hij er lekker in. Deze gaat ook aan. Oeh. Moet er nog meer uit. Gaat lekker. Super lekker. Moet even wachten tot hij een beetje warm is. Oeh. Zo mensen, daar gaat hij dan. Dan moet je natuurlijk als het op het laatst even roeren zo. Ik vind dat wel altijd wel lekkere soep. Lekker. Zo, maak het helemaal compleet. Twee lekkere warme dingen. Soep en chocomel. Heerlijk is dat. Eerst ga ik even lekker de chocomel drinken. Volgens mij is die al een beetje afgekoeld. Heerlijk toch? Zo, dit soepje. Ik haal altijd lekker warm in de keel. Oh, zo lekker, ons soepje. Zo, ik moet even de groene container pakken waar we de eerste blaadjes op vegen. Dan kunnen we ze erin doen. Maar... Zo sterk ben ik nou ook weer niet. Zo, hè? Oh, is het helemaal vol. Het is echt zwaar. Vandaag met het vegen. Maar, oh, dan krijg je echt van die trillingen in je handen, joh. Bij dat blazen. Valt niet mee, dat blazen. Vooral als je bij die mannen, die kwamen een keer op school. Die kwamen ook blazen. En die, ja, die hadden echt helemaal zo achterkleppen op de rug. Valt echt niet mee. Het is wel handig dat je dan zo elektrische hebt. Die gewoon kan even zo doen. En die dan gewoon even zo. Hup, even lekker waait. Dan hoef je het zelf niet met je. Ja, met dat stof voor een blik te doen. Dat is eigenlijk wel handig, vind ik. Zo, dan ben ik weer lekker warm binnen. Misschien hoor je het nog wel. Mijn vader is nog even bezig.
Ik dacht, ik scheid ermee uit. Jul, die komt ook zo meteen wel in de vlog. Zo. Dat ding is eigenlijk best wel zwaar hoor, als je het helemaal zo moet vasthouden. Zo'n elektrisch ding. Ik heb hier zelfs van... Hier, kijk, allemaal rood. Hier helemaal in het midden. Daar krijg je er dus van, hè? Ja. Dan moet je het maar niet doen, Kjans. Zit ik dan in een lekkere... luie stoel. We hebben gewonnen met voetbal. Ik weet niet waarvoor ik dat zei, maar ja. Ik ga nu even de spullen inpakken. Want ik ga vanavond ergens slapen. Niet in een hotel. Niet op een camping. En ik kan nog meer verzinnen. Niet zwerveren slapen. Maar ik ga logeren. Ja, voor een kinderfeestje. Van Milan. Die heb je misschien een keer wel gezien. In de vlog. Vast wel. Als je elke vlog kijkt, dan heb je hem vast wel een keer gezien. En mijn vader en moeder die gaan naar Termen Buslo. Dat staat toch op? Ja, Termen Buslo. En Jul die gaat ook logeren. Die gaat bij oma logeren. Er wordt een en al feest. Ik sluit deze vlog om 4:15 af. Het is nu 3:15. Want daarna begin ik weer een nieuwe vlog. En dan, ja, dat ik ga slapen. We gaan een gamefeestje. We gaan slapen. En om 12:00 morgen is het weer ten einde. K.O. Dun, dun, dun. Goed gedaan. Deze neem ik mee. Daar zou ik de voetbaltas meenemen. Ja. Even kijken wat er allemaal in zit. Dun, dun, dun. Ja, wat moet ik meenemen? Nu heb ik gewoon kleren aan. En ja, morgen een schone onderbroek. Dat heb ik in ieder geval nodig. Ja. Een nieuw hemd is misschien wel fris. Shirt sla ik gewoon aan. Ja, ik weet niet waarom. Maar... En een broekie, dat is wel handig. 3 spullen die wel handig zijn. Dus die pak ik zo wel in. En dan nog een washand om morgen even mezelf schoon te maken. En dan ben ik helemaal klaar voor vanavond. Ik heb hier een washandje. Wassen, de wassen, de was. En vloep, die ga ik dan nu even in. Zitten erin in de tas. Datje. Nou, ik praat gewoon Nederlands. Jul, die zal elk moment thuis komen, want die ging naar de kruidvat, die ging naar de Hema, die ging naar de Zeeman, die ging naar, weet ik veel, die ging naar de Vibra, maar op het plein. Doe even zo. En dan is de computer aan. En dan ga ik maar even lekker op. Dit is bijna het einde van de vlog. Dit is het einde van de vlog nu. Ja, de volgende vlog, die ga ik ook zo beginnen. Misschien een beetje raar schema, maar dat wordt dan de vlog van zondag. Het wordt dan 1 stukje, heel veel stukjes, op zaterdag opgenomen. Dus dan denk ik dat het een extra lange vlog wordt. Extra leuk ook. Ik denk 18 minuten, 17 minuten. Laat ik het daarop schatten. Ligt eraan wat we morgen nog gaan doen verder. Misschien ook helemaal niks, dus dat moeten wij maar weten. Maar ik zeg alvast bedankt voor het kijken naar deze vlog. Als je deze vlog super tof vond, doe dan vast een blauw duimpje omhoog. Abonneer gelijk even hier beneden voor de 900 subs bijna. Dus later!